Het is heerlijk genieten met een zomerse cocktail, een verkoelend briesje en zicht op het Albertkanaal. De beachbar in Viersel heeft het allemaal. We hebben geluk met het weer en we zijn blij dat we eraan begonnen zijn, toch? Ja, ik denk het wel. Ja, je hebt ook geluk met de locatie hier, denk ik dan. Ja, en het water dat trekt veel mensen aan, is vakantiestemming. De beachbar lokt vooral veel dagjes toeristen die met de fiets langs het kanaal rijden. We kwamen hier regelmatig in de zomer, maar dan was er nog geen strandje, hè. Geen lichtstoontjes, parasolletjes, geen mortsebiet aan de rots. Ook aan het water, maar dan dat van de Schelde, ligt de zomerbar van Hemiksem. 'S Avonds stroomt de bar gewoonlijk vol met jongeren uit de buurt die de stad toch net iets te ver vinden. Maar 's middags is het hier nog zalig rustig. Wij zijn van het plaatselijke KBC-kantoor hier in Hemiksem en ik kom met mijn collega's onze lunch hier nuttigen en genieten van het terrasje en van het zonnige weer. Is toch iets leuker dan op kantoor lunchen, denk ik dan? Eventjes ertussenuit, maar straks terug naar het werk natuurlijk. De natuur is hier heel mooi en het is er ook niet luidruchtig of zo, rustig en ideaal om bij te babbelen. In het groen van Fort 4 in Mortsel is bar 4 zo stilaan een begrip geworden. Het is hier heel rustig. Ik vind dat ze het heel tof gedaan hebben eigenlijk, met hout en alles. Dus nee, het is zeker een toffe plek om met de kinderen te komen. Komen jullie hier wel vaker? Wij komen hier soms wel eens, schatje. Het is hier niet zo, ja, ik zeg het niet zo ver van huis. En het is wel tof om zo een strandje te hebben waar de kindjes kunnen komen spelen. En nu mag de zomer nog lang duren. Hopelijk net zo warm en zonnig als het eerste deel.